بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره ليوم الدين أما بعد أتليف فان عيسى عليه السلام In these coming momentum zullen wij met z'n allen inshallah ta'ala stilstaan bij enkele fragmenten uit het leven van Isa alayhi salam. Het leven van Isa alayhi salam begint bij zijn oma, de vrouw van Imran, Imra'atu Imran, genaamd Hinna. Op een dag zag zij in de tuin een vogel die haar kindjes te eten gaf. En zij had inmiddels de ouderdom bereikt, waarop zij snakte naar nageslacht, naar een kind. En zij zei, en wij spreken nu over de moeder van Maryam, alayhi salam. En zij zei, en zij deed dua, en zij vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om een kind. En zij zei, o Allah, schenk mij een kind, die ik vervolgens dienstbaar zal stellen aan Beit al-Maqdis. Beit al-Maqdis is de heilige moskee in Jeruzalem. Al Masjid al-Aqsa of Beit al-Maqdis. Vervolgens kreeg zij, zoals Allah subhanahu wa ta'ala haar dua heeft verhoord, kreeg zij een kind. Alleen dat kind was geen jongen zoals zij verwacht had. Want zij had verwacht dat zij een jongetje zou krijgen die zij vervolgens zou schenken aan Beit al-Maqdis, zodat hij in dienst was van de moskee. Actief kon zijn in de moskee. Wat bleek, zij kreeg een meisje genaamd Maryam. En intussen, terwijl zij zwanger was en in verwachting was, kwam haar man te overlijden. Wie? Imran, alayhi salam. Vervolgens, aangezien zij de belofte heeft gedaan aan Allah subhanahu wa ta'ala om haar kind dienstbaar te stellen aan de moskee, heeft zij vervolgens haar kind Maryam, alayhi salam, aangeboden aan enkele vrome mensen van Bani Israël. Imran, alayhi salam, was de imam van Beit al-Maqdis, die dus kwam te overlijden. En de moeder van Maryam, alayhi salam, gaf haar kind aan enkele vrome van Bani Israël, waarop zij met z'n allen Maryam alayhi salam wilde opvoeden. Want het was de dochter van deze vrome man, genaamd Imran. Vervolgens kwamen ze bij elkaar om een loodje te trekken wie Maryam alayhi salam zou opvoeden. Wie de voogdijschap over Maryam zou krijgen. Zij moesten, en ieder van hen moest zijn pen, waarmee zij de Torah op planken schreven, moesten zij in de rivier gooien. En de pen van diegene die tegen de stroming inging, hij zal degene zijn die Maryam alayhi salam zal opvoeden. Waarop zij allemaal hun pennen gooiden in de rivier. En alle pennen stroomden mee met de stroming, behalve de pen van Zakaria, profeet Zakaria alayhi salam. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wa kaffalaha Zakaria. Zakaria alayhi salam, hij was degene, de aangewezene, die Maryam alayhi salam mocht opvoeden. Zij werd opgevoed met kennis en zij groeide op in aanbidding. Maryam alayhi salam had op een gegeven moment een bepaalde plek waarin zij veel salah verrichten, het gebed verrichten. Er wordt geoverleverd dat er wordt gezegd over Maryam alayhi salam, die nu een jonge vrouw is geworden, een vrome jonge vrouw met haar hijab, die waakt over haar kuisheid, zich veelvuldig bezighoudt met de aanbidding van Allah subhanahu wa ta'ala. Er wordt over haar gezegd dat haar enkels opzwelden vanwege de vele aanbiddingen die zij verrichtte. Haar enkels die zwelden op van de vele gebeden die zij verrichtte. Vandaag de dag zwellen de enkels ook op, of niet?
De enkels zwellen ook op vandaag de dag, maar vanwege andere zaken. Enkels die opzwellen vanwege het voetballen hier en daar. Enkels die opzwellen vanwege het rondslenteren in de markten van de ene winkelcentrum naar de andere. Maar de enkels van Maryam alayhi salam zwelden op vanwege de aanbiddingen van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala vertelt ons in de Koran dat Zakaria alayhi salam telkens wanneer hij bij Maryam kwam, zag hij tot zijn grootste verbazing fruit wat normaal gesproken alleen in de zomer groeit, zag hij bij haar in de winter. En fruit wat alleen in de winter groeit, zag hij bij haar in de zomer. Waarop hij haar vervolgens vroeg, hoe kom jij hieraan? En destijds, alles wat in de zomer groeit, wordt daar geconsumeerd en kan niet meer bewaard worden. En alles wat in de winter groeit, groeit in de winter op en wordt daar geconsumeerd. Waarop Zakaria alayhi salam zich afvroeg en tegen Maryam zei, Qala ya Maryam anna laki hadha. Zakaria alayhi salam vraagt Maryam, hoe kom je hieraan? Aan deze fruit die niet in deze seizoen groeit. Waarop Maryam alayhi salam zegt, قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Waarop Maryam alayhi salam zegt, ik heb dit van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen. En hij is degene die voorziet zonder enige rekenschap. En zo voorziet Allah subhanahu wa ta'ala de vrome dienaren. Zij die zich vastklampen aan de islam. Zij die zich vastklampt aan haar hijab. Hij en zij die zich vastklampen aan hun gebed. Zij die ver verwijderd zijn van de zonde. Allah subhanahu wa ta'ala voorziet hen vanuit een hoek waarvan zij dat zelf niet verwachten. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. En zo zien wij dat Maryam alayhi salam begunstigd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala middels deze karamaat. Dit heet de karamaat. Wat zijn de karamaat? Al-karamaat zijn bepaalde soort wonderen die Allah subhanahu wa ta'ala geeft aan sommige van zijn vrome dienaren. Zonder dat zij profeten of boodschappers zijn. Bepaalde wonderen. Vervolgens op een dag bevond Maryam zich alleen. Zonderde zij zich af van de mensen, waarop er een vreemde man verscheen, waarop zij bang werd, waarop zij zei, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Zij zoekte haar toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala tegen deze vreemde man. Waar is de vrouw vandaag de dag die haar toevlucht zoekt bij Allah subhanahu wa ta'ala? Bij het in contact komen van het andere, bij het in contact komen met het andere geslacht. Maryam alayhi salam stond symbool van kuisheid. Zij was ver verwijderd van het in contact hebben met het andere geslacht. Zij zoekte haar toevlucht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Waarop deze man haar duidelijk maakte dat hij een engel was van Allah subhanahu wa ta'ala om haar een kind te schenken. En zij zou met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala een kind krijgen zonder tussenkomst van een man. Waarop Jibril alayhi salam, die de gedaante aannam van deze man, in haar blies. Hij blies in haar, waarop zij over enkele momenten in verwachting raakte, waarop de weeën begonnen en de krampen begonnen en zij werd gedreven door deze pijnen naar een plek waarin zij zich afzonderde van de mensen. En enkele momenten later geeft zij geboorte aan een profeet genaamd Isa ibn Maryam als teken voor de kracht
als teken voor de macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Degene die in staat is om een mens te scheppen met zijn woorden kun feyakun, word en het wees en het wordt. Waarop Isa alayhi salam ter wereld komt. En de mensen beginnen bij elkaar te komen. En zij kennen Maryam alayhi salam, zij die de hijab droeg en waakte over haar gebeden. Zij die veel gebeden verrichtte. Een jonge dame die ongehuwd is, ineens met een zuigeling in haar armen. Waarop zij tegen haar zeiden: Ja Maryam, laqad ji'ti shay'an fariya. Jij bent met iets verbazingwekkends gekomen. Ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya. Jouw ouders waren goede mensen. Hoe kun jij met zoiets komen waarin zij haar beschuldigden van het vervallen in overspel? Hetgeen waarin velen of sommigen van ons vandaag de dag in vervallen. Dag in, dag uit, zonder Allah subhanahu wa ta'ala te vrezen. Waarop zij haar beschuldigde: Ja, ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw, wa ma kanat ummuki baghiya. Jouw ouders waren goede mensen, jouw vader was een goede man, Imran. En jouw moeder was een vrome vrouw, hoe kun jij met zoiets komen? فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Waarop zij op bevel van Allah subhanahu wa ta'ala wees naar Isa alayhi salam. Zij wees naar haar kind die enkele dagen oud is. Waarop zij zeiden: Hoe kun jij van ons verwachten dat wij met een kind gaan communiceren die enkele dagen oud is? كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. Waarop zij een stem hoorde uit de richting van deze zuigeling. قال إني عبد الله. Tot hun grootste verbazing horen zij deze zuigeling spreken. Waarop hij zegt: إني عبد الله. Voorwaar ik ben. إني عبد الله. Voorwaar ik ben een dienaar van Allah. Isa alayhi salam spreekt vanuit de wieg als een wonder en teken van de kracht en macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarop hij zegt: Ik ben slechts een dienaar van Allah. Hij heeft niet gezegd: Ik ben een zoon van Allah. Hij zei ook niet: Ik ben een van de drie eenheid. Of hij zei ook niet: Ik ben de God. Zoals vele mensen vandaag de dag denken. Want de mensen ten aanzien van Isa alayhi salam zijn verdeeld in drie categorieën. De ene categorie beschuldigt en beschouwt Isa alayhi salam als een bastaardkind, wa'iyadhu billah, als een kind ontstaan uit overspel. Dat zijn de Joden. Wa biqawlihim ala Maryama buhtanan 'azima. Zij beschuldigen Maryam van overspel. En zij zeggen: Isa alayhi salam is een zoon verwekt uit overspel. Dat zijn de Joden. Al-Maghdoob alayhim. En daartegenover de christenen. De christenen daartegenover, zij hebben Isa alayhi salam vergoddelijkt. Ze hebben gezegd: Hij is de God. Of hij is een van de drie goden. Of hij is een zoon van God. De ene die hem helemaal afschrijven. En de ander die hem vergoddelijken. Twee categorieën. De derde categorie zijn diegenen die geloven in de waarheid met betrekking tot Isa alayhi salam. Zij geloven enerzijds dat Isa alayhi salam een mens is van vlees en bloed. Hij was een mens van vlees en bloed. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. عيسى عليه السلام was slechts een boodschapper waarvan vele boodschappers aan hem voorbij zijn gegaan. وأمه صديقة. En zijn moeder was een oprechte vrouw. كان يأكلان الطعام. Zij waren gewend om voedsel te eten.
Waarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala, zij waren gewend om voedsel te eten? Om hun menselijkheid te benadrukken. En net zoals elke mens datgene wat hij in zijn lichaam stopt om te eten, moet dat ook bij elke mens eruit. En dat is de mens. Kana ya'kulani at-ta'am. Zij waren gewend om voedsel tot zich te nemen. Onzor kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Kijk hoe wij de tekenen voor hen verduidelijken en kijk hoe zij zich hiervan afwenden. Dus de mensen ten opzichte van Isa alayhi salam, drie categorieën. De ene categorie heeft Isa alayhi salam afgeschreven. En ze hebben hem weggezet als een zoon, als een kind verkregen uit overspel. Daartegenover degene die hem vergoddelijken. Hij is zelf van God, of een van de drie eenheid, of een zoon van God. En de waarheid zit tussenin. De moslims, zij die zich vastklampen aan de Koran en de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zij zijn degene die de waarheid in pacht hebben met betrekking tot Isa alayhi salam. Wij geloven dat Isa alayhi salam een mens is van vlees en bloed. Ter wereld gekomen zonder vader. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. De gelijkenis van Isa alayhi salam is als de gelijkenis van Adam alayhi salam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Hij heeft hem uit aarde geschapen, Adam alayhi salam. Vervolgens zei hij tegen hem: kun, wees, waarop hij werd. Adam alayhi salam, had hij een vader? Adam alayhi salam. Had hij een moeder? Hij had geen vader en geen moeder. Dus, en er is consensus bij alle mensen en alle gelovigen, zowel de christenen en de joden en de moslims en alle anderen, er is overeenstemming dat Adam geen zoon is van Allah, omdat hij geen vader en moeder heeft. Allah heeft toch geschapen uit klei, uit aarde. En desondanks is hij geen zoon van God of Allah. En zo ook Isa alayhi salam. Geboren uit een moeder zonder vader. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Terug naar Isa alayhi salam. Zijn eerste woorden. Wat zijn zijn eerste woorden? Qala inni abdullah. Voorwaar, ik ben een dienaar van Allah. Vervolgens zegt hij: qala inni abdullah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Hij zegt vervolgens, en de mensen kijken toe, en de mensen nemen toe in aantallen. En in ieder is deze zuigeling Isa alayhi salam omringd om te kijken wat er gebeurt. En de ene roept de ander. En het bericht verspreidt zich als een lopend vuurtje. Een klein kind wat vanuit de wieg tot de mensen spreekt. Qala inni abdullah. Voorwaar, ik ben slechts een dienaar van Allah. Atani al-kitab. Hij heeft mij het boek gegeven. Al-Injil. Wat is al-Injil? Het evangelie. Al-Injil. Wij geloven als moslims dat Isa alayhi salam al-Injil openbaard heeft gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. Atani al-kitab. Waja'alani nabiyya. En hij heeft mij vervolgens tot een profeet gemaakt. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. En hij zegt vervolgens, terwijl de mensen met argusogen toekijken wat er allemaal gebeurt en welke woorden hij richt tot de mensen, zegt hij: وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. En hij heeft mij gezegend gemaakt waar ik mij me ook maar bevind. Nu een vraag aan onszelf. Zijn wij gezegend waar wij ons ook maar bevinden? Zijn wij nuttig voor de mensen waar wij ons ook maar bevinden? Sommige mensen, zodra iemand op een bepaalde plek is, dan wensen zij dat diegene nooit op die plek is gekomen. Want zodra diegene op die plek aanwezig is, dan ontstaan er problemen. Maar de moslim is degene, zoals Isa alayhi salam was, waar hij zich ook maar bevond, hij was gezegend. Hij was nuttig voor de mensen. De mensen hadden baat bij hem. Zij leerden van hem. Zij hadden
Zij ondervonden geen hinder in zijn aanwezigheid. Zijn aanwezigheid overal is een en al goedheid. Op jouw werk, met jouw collega's, thuis met jouw gezin, in de markt, overal waar jij je bevindt, dien jij de voorbeeldige moslim te zijn. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: Ittaqillaha haythuma kunt. Vrees Allah subhanahu wa ta'ala waar je ook maar bevindt. Sommige mensen vandaag de dag, als zij zich bevinden in de moskee, dan zijn zij braaf. En halen zij niks uit. Maar zodra zij de hoofdingang verlaten van de moskee, dan veranderen zij. Dan veranderen zij 180 graden. Isa alayhi salam was gezegend waar hij zich ook maar bevond. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. En hij heeft mij het gebed bevolen. Hij heeft mij het gebed opgedragen. Wat hebben wij vandaag de dag gedaan met het gebed? Sommigen die het aan het einde van de dag verzamelen, na een dag te hebben gewerkt. Aan het einde gaat hij beginnen vanaf het dhuhr tot en met de isha. Allemaal inhalen aan het einde van de dag. En dat binnen 5 minuten. En dat zijn een enkeling. En anderen die het gebed helemaal niet verrichten, behalve in de maand Ramadan. Als de duivels opgesloten zijn, dan komen zij naar de moskee en dan verrichten zij het gebed. En anderen verrichten alleen het gebed op l'Eid. Op l'Eid, dan komt hij naar de moskee en verricht hij gebed zoals alle andere mensen. En onder hen zijn er die het gehele jaar lang het gebed niet verrichten. En hun hele leven het gebed niet verrichten, totdat er een moment komt dat zij niet zelf bidden, maar dat er voor hen gebeden wordt. Totdat er voor hen salat al-janaza gebeden zal worden. En dat is dan die ene keer dat diegene in de moskee komt en vervolgens de moskee verlaat. Wat hebben wij vandaag de dag gedaan met het gebed? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: het eerste waar de dienaar yawm al-qiyamah over ondervraagd zal worden, is het gebed. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. Dus waar ligt onze prioriteit? Ligt onze prioriteit bij het verzamelen van geld en bezittingen en proberen de rijkste te worden? Ligt onze prioriteit om andere zaken te realiseren? Onze prioriteit moet liggen bij het gebed. Waken over jouw salah. Op de juiste momenten, in de juiste plaatsen, op de juiste plaatsen. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het gebed verplicht gesteld op vastgestelde tijdstippen, op vastgestelde plaatsen. Isa alayhi salam, de eerste woorden die hij uitspreekt, zijn de belangrijkste zaken die hij benadrukt. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. En hij heeft mij het zakka bevolen uit te geven. Wat hebben de mensen vandaag de dag gedaan met het zakka? Niemand vraagt over de zakka. Er zijn alleen maar vragen over andere zaken behalve de zakka. Alsof alle mensen die grens nog niet hebben bereikt van hun spaargeld. Als het geld, jouw spaargeld, de grens heeft bereikt en nisab, en er gaat een jaar overheen, terwijl jij jouw spaargeld hebt bewaard onder de tapijt of in die sok of op de bank, er gaat een jaar overheen en je hebt de grens bereikt, dan moet jij je afvragen of jij niet de zakka moet uitgeven. 2,5% van jouw bezit aan een van die 8 groepen mensen genoemd in Surat At-Tawbah. Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-amilin 'alayha, et cetera. En de zakka komt van reiniging. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. De zakka is reiniging van jouw bezit. Reiniging van jouw nefs tegen begeertes en tegen hebberigheid. Een en al reinheid voor jouw bezittingen en voor jouw nefs. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. En goedheid te betrachten jegens mijn moeder. Dit zijn de eerste woorden die Isa alayhi salam uitspreekt. Wat hebben de jongeren, wat hebben wij vandaag de dag gedaan met goedheid die wij horen te betrachten jegens de ouders? Onder de jongeren die er zijn,
die hun stemmen verheffen boven die van hun ouders. Onder de jongeren die er zijn, die hun ouders uitschelden. Ewa, ze weten niks, ze zijn onwetend. Ze zijn slechts boeren. En ga zo maar door. Onder de jongeren die hun ouders uitschelden. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt... وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّيُ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, zeg geen oef tegen hen. Zeg geen oef. Alleen het zeggen van oef, terwijl je hen gehoorzaamt, is niet toegestaan. En een van de geleerden zegt, en als er een woord was in het Arabisch wat kon bestaan uit één letter in plaats van twee, dan had Allah subhanahu wa ta'ala dat genoemd. Maar in het Arabisch kan een woord slechts bestaan uit twee letters. Dit was de geboorte van Isa alayhi salam. Wat waren de wonderen van Isa alayhi salam? Een van de wonderen is dat hij vanuit zijn wieg kon spreken. En onder zijn wonderen is dat hij de zieken kon genezen met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wa rasulan ila bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayati min rabbikum, anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fiha fa yakunu tayran bi idhnillah. Hij maakte uit klei, maakte hij de vorm van een vogel. Uit klei maakte hij de vorm van een vogel, waarop hij erin blies, waarop deze vogel vervolgens in de lucht wegvloog met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fiha fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abras. En ik genees de... Al-akmah in Arabisch is degene die blind geboren wordt. Niet degene die later blind is geworden en vervolgens zijn blindheid wordt weggenomen. Al-akmah is degene die blind wordt geboren. Nooit heeft diegene zonlicht gezien. Waarop Isa alayhi salam met één veeg over zijn ogen deze persoon weer kon zien met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubri'u al-akmaha wal-abras. Al-abras was degene met een huidziekte. En dan veegde Isa alayhi salam over zijn huid en dan genas hij ter plekke. Met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ubri'u al-akmaha wal-abrasa wa uhyi al-mauta bi-idhnillah. En ik doe de doden opwekken met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En als er iemand bij Isa alayhi salam kwam, waarbij hij hem vroeg om iemand weer op te wekken met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, dan ging Isa alayhi salam twee raka'at bidden. Dan bad hij twee raka'at. Vervolgens smeekte hij Allah subhanahu wa ta'ala na deze raka'at en riep hij Allah subhanahu wa ta'ala aan met zijn schone naam en eigenschappen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Waarop Isa alayhi salam Allah smeekt met zijn naam en eigenschappen. Ya Rahim, Ya Ghafoor, Ya Razzaq. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala vervolgens deze persoon die overleden was, weer tot leven brengt. En dat allemaal met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhyi al-mauta bi-idhnillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. En ook een van de wonderen van Isa alayhi salam is dat hij van elke persoon kon vertellen wat diegene zojuist gegeten had in zijn afwezigheid. Isa alayhi salam kon precies vertellen van elke persoon wat diegene gegeten had. En wat van elke persoon wat diegene thuis heeft aan spullen. Zonder diegene te kennen. Zonder diegene met zijn eigen ogen te hebben gezien. En ook een van de wonderen van Isa alayhi salam is op een dag kwamen de hawariyin bij Isa alayhi salam. Al hawariyun zij waren de metgezellen van Isa alayhi salam. Net zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam metgezellen had, sahaba, had Isa alayhi salam ook metgezellen. Waarop zij bij Isa alayhi salam kwamen. En zij zeiden, إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ
هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ Ze kwam bij Isa alayhi salam en zij zeiden: kan jouw Heer een tafel uit de hemel doen neerdalen met eten daarop? Is Allah subhanahu wa ta'ala in staat om een tafel neer te dalen vanuit de hemel op aarde? Wat zei Isa alayhi salam? قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Isa alayhi salam zei: vrees Allah als jullie gelovigen zijn. Waarom zegt Isa alayhi salam dit? Om hen te waarschuwen tegen het feit dat twijfelen over de kracht en macht van Allah een van de zaken is waardoor iemand buiten de oevers van de islam kan treden. Twijfels in de aqida van de moslim kan leiden tot het feit dat de moslim buiten de oevers van de islam treedt. De moslim mag niet twijfelen aan de kracht en macht van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar vanwege hun onwetendheid heeft Isa alayhi salam hen niet tot ongelovigen verklaard. Zoals sommige jongeren vandaag de dag, die staan te popelen. Die staan te popelen om hun moslimbroeder tot een kafir te verklaren. Zij wachten elke moment af dat zij hun zuster of broeder tot een ongelovige kunnen verklaren. Isa alayhi salam, vanwege hun onwetendheid, zei hij niet tegen hen: word weer opnieuw moslim. Jullie zijn uit de oevers, buiten de oevers van de islam getreden. Vanwege hun onwetendheid. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين زي زيد أو عيسى we willen van deze tafel eten en we willen dat onze iman toeneemt en dat dit een dag wordt dat het een feest wordt zodat wij deze kunnen blijven herinneren en zodat de eerste van ons en de laatste ervan kunnen eten waarop عيسى عليه السلام vervolgens zijn handen in de hemel heft. Qala Isa ibn Maryam Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa' takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khayrul raziqin. Wat denken jullie over de dua van Isa alayhi salam? Isa alayhi salam doet nu dua, heft zijn handen in de hemel, vraagt Allah subhanahu wa ta'ala om deze tafel met eten erop te doen neerdalen uit de hemel. Wat is het antwoord van Allah subhanahu wa ta'ala? Qala Allahu inni munazziluha alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala zegt vervolgens: voorwaar, ik zal die tafel doen neerdalen. Qala Allahu inni munazziluha alaykum, faman yakfur ba'du minkum. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zegt: ik zal die tafel doen neerdalen die jullie met jullie eigen ogen zullen aanschouwen. Maar degene die daarna ongelovig zal worden, diegene zal ik zodanig bestraffen zoals ik nooit iemand eerder heb bestraft. Waarop deze tafel in de verte zichtbaar was. Deze tafel in de verte zichtbaar was voor de Hawariyin. En deze steeds dichterbij kwam. En terwijl de Hawariyin toekijken hoe deze tafel steeds groter wordt en neerdaalt op aarde, doet Isa alayhi salam het dua. En vreest hij voor zijn volk, vreest hij voor zijn metgezellen, dat zij daarna ongelovig zullen worden, waarop zij bestraft zullen worden op een wijze zoals nooit iemand eerder is bestraft. Waarop deze tafel op een gegeven moment neerdaalt op aarde. Terwijl deze bedekt is met een doek over het eten. Waarop Isa alayhi salam in de buurt komt van deze tafel. En deze tafel nadert. En vervolgens deze doek van deze tafel wegneemt. Waarop er vervolgens 7 vissen zichtbaar worden. 7 vissen en 7 broden te zien op deze tafel. Waarop Isa alayhi salam tegen de Hawariyin zei: eet van de tafel waarvan jullie mij hebben gevraagd om Allah te smeken om deze te doen neerdalen. Waarop ze zeiden: nee, eet jij eerst. Waarop Isa alayhi salam tegen zei: jullie waren degene die vroegen om deze tafel met eten. Dus eet van deze tafel.
waarop sommigen van hen weigerden totdat Isa a.s. zou eten. Waarop vervolgens de armen kwamen. En de mensen kwamen rondom deze tafel om van deze tafel al-ma'ida te eten. En er wordt gezegd dat er uiteindelijk 1300 mensen van deze tafel hebben gegeten. Waarop Isa a.s. tegen hen zei: eet van deze tafel, maar neem niks mee. Neem niets mee van dit eten naar jullie huizen, maar eet ter plekke. Waarop sommigen van hen, ondanks dat zij deze wonder met hun eigen ogen hebben aanschouwd, hebben zij eten meegenomen naar hun eigen huizen. Waarvan er gezegd wordt dat Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft doen veranderen in varkens en apen, wal'iyadhu billah. Allah heeft ze doen veranderen in varkens en apen, wal'iyadhu billah, vanwege het feit dat zij eten meenamen en Isa alayhi salam ongehoorzaam waren in zijn bevel toen hij tegen hen zei: eet van deze tafel ter plekke zonder iets hiervan te nemen. En de armen aten van deze tafel en de zieken aten van deze tafel. En subhanallah, en ieder van die van deze tafel at, die werd beter. Elke zieke persoon die van deze tafel at, werd ter plekke genezen door Allah subhanahu wa ta'ala. Dit waren enkele wonderen van Isa alayhi salam. Vervolgens namen de vijanden jegens Isa alayhi salam toe. En dat is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala van nature geschapen heeft. Elke profeet, elke boodschapper heeft vijanden. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ يُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Elke profeet of boodschapper, Allah subhanahu wa ta'ala, heeft voor hem vijanden gemaakt om de beproeving tot stand te brengen. En zo ook Isa alayhi salam. De vijanden namen toe, zeker vanuit Joodse hoeken, die naar de toenmalige regeringsleiders gingen, de Romeinen destijds, en ze gingen naar hen en zij zeiden: deze man, Isa alayhi salam, jullie rijkdom zal vergaan door Isa alayhi salam. Als jullie hem met rust laten, dan zal jullie rijkdom vergaan door deze man. Waarop zij vreesden voor hun macht, zij vreesden voor hun troon. Waarop een van hen tegen hen zei: ik zal jullie op de hoogte brengen van Isa en ik zal jullie helpen om hem te vermoorden. Waarop hij van hen 30 zilveren muntstukken van hen eiste. Hij zei tegen hen: geef mij 30 muntstukken, zilveren muntstukken. 30 darahim, dirham was destijds zilveren muntstukken. Niet de huidige dirham. De dirham destijds, echt zilveren muntstukken die grote waarde hadden. Waarop hij tegen zei: geef mij 30 muntstukken, zilveren muntstukken. Ik zal vervolgens jullie leiden naar Isa. Ik zal jullie laten weten waar Isa is, waarop jullie hem kunnen doden. En voordat het heeft plaatsgevonden, nodigde Isa alayhi salam de hawariën bij hem uit. Waarop hij tegen hen zei: vanavond wil ik dat jullie allemaal bij mij komen. Bij mij over de vloer komen. En Isa alayhi salam liet eten en drinken voor hen klaarmaken. Waarop zij aten en dronken. En toen zij klaar waren, ging hij één voor één langs hen om hun handen persoonlijk te wassen. Hij waste van elke van hen zijn handen persoonlijk. En veegde zijn handen met zijn eigen kleding persoonlijk. Waarop zij zeiden tegen Isa: o Isa, o profeet van Allah, hoe kunnen wij dit toelaten dat u dat bij ons doet? Een profeet van Allah, een boodschapper van Allah, hoe kunnen wij hem toelaten dat hij ons zo bedient? Waarop hij zei tegen hen, laat mij datgene doen wat ik wil. Niemand mag vandaag, op dit moment, zich tegen mij keren. Ik doe datgene wat ik wil. En de Hawariyin, zij schaamden zich. En ze vonden het niet passend dat een profeet, een boodschapper,
hen zo behandeld. En hij waste de ene na de ander waste hij zijn handen met zijn eigen handen. En veegde hij zijn handen met zijn eigen kleding. En toen hij klaar was, zei hij tegen hen: jullie hebben gezien wat ik zojuist heb gedaan. En jullie weten dat ik de beste van jullie ben. Waarop ze zeiden ja. Waarop hij tegen hen zei: ik heb dit gedaan om jullie te leren dat de ene niet hoogmoedig moet zijn ten opzichte van zijn broeder. Dat de ene zich niet hoger moet plaatsen en opstellen ten opzichte van zijn broeder. Ik heb dit zojuist gedaan om jullie nederigheid te leren. Waar is vandaag de dag de nederigheid onder ons? De ene vindt zich beter dan de ander. Wie is hij? Die stelt niks voor. Wie is die en die? Die is onwetend. Wie is die en die? Die is zo en zo. En zo is de nederigheid vandaag de dag bij ons ver te zoeken. Wat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam? وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهِ. Degene die nederig is ten opzichte van de mensen, Allah subhanahu wa ta'ala zal hem verheffen. Allah subhanahu wa ta'ala zal hem verheffen. De mensen zullen van hem houden. En ze zullen hem verheffen in hun ogen. En zullen hem respecteren. Vanwege wat? Vanwege zijn nederigheid. Vanwege het feit dat hij simpel is. En zich niet hoger opstelt. En zich beter voelt dan zijn broeders en zusters. Vervolgens zei Isa alayhi salam: wie van jullie is bereid om mijn uiterlijk te krijgen, waarop hij gedood zal worden en gekruisigd zal worden en uiteindelijk het paradijs zal binnentreden en met mij in het paradijs zal zijn? Waarop er een jonge man opstond nadat het lange tijd stil was. Want niemand wil dood. Niemand wil op zo'n gruwelijke wijze dood. Ondanks dat het paradijs daar tegenover staat. Het bleef een tijdje stil. Wie van jullie is bereid om mijn uiterlijk te krijgen, om vervolgens gekruisigd te worden en gedood te worden, waarop hij het paradijs zal binnentreden met mij? Waarop er een jonge man opstond. Waarop hij zei: ik, o profeet van Allah. Waarop Isa alayhi salam hem aankeek en tegen hem zei: ga zitten. Waarop Isa alayhi salam nogmaals de vraag stelde: wie is bereid om mijn uiterlijk te krijgen, waarop hij gekruisigd zal worden en het paradijs zal binnentreden en met mij in het paradijs zal zijn? Waarop diezelfde jongeman opstond. Waarop hij zei: ik, o boodschapper van Allah. En de derde keer, waarop Isa zei: ga zitten. En Isa vroeg de derde keer, waarop dezelfde jongeman opstond. Waarop Isa alayhi salam zei: bij deze staat het vast. Waarop de verrader, degene die Isa alayhi salam heeft verraden en heeft ingeleverd vanwege enkele muntstukken, tegen de regeringsleider zei, de Romeinen, hij zei tegen hen: wanneer ik naar binnen zal komen bij hen, degene die ik omhels, hij is Isa. En hij is degene die jullie moeten hebben. En vlak voordat zij binnenkwamen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam opgeheven. Vlak voordat zij binnenkwamen, heeft Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam opgeheven naar de hemel. En heeft hij hem gered van zijn vijanden. En langzamerhand begon degene, de jonge man die bereid was om de plek van Isa in te nemen, begon hij de uiterlijkheden te krijgen van Isa alayhi salam. Waarop de verrader binnenkwam en hij keek om zich heen. Waarop hij deze jonge man zag, waarvan hij dacht dat het Isa alayhi salam was. En hij ging naar hem toe om hem te omhelzen. En kort daarna werd hij afgevoerd om vervolgens gekruisigd te worden en gedood te worden. Waarop de Joden zeiden: inna qatalna al-Masih Isa ibn Maryam rasul Allah. Waarop ze zeiden: we hebben hem gedood. We hebben Isa, de zoon van Maryam, gedood. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala antwoordt: wa ma qataluhu wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum.
Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Wama qataluh. Ze hebben hem niet gedood. Yani Isa alayhi salam. Ze hebben iemand anders gedood in zijn plek. Wama qataluh. Wama salabuh. En ze hebben hem niet gekruisigd. Wama qataluh. Wama salabuh. Walakin shubbiha lahum. Maar hij leek slechts op Isa alayhi salam. Wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu. En degene die daarover van mening verschillen, verkeren zeker in duidelijke twijfels. Ma lahum bihi min ilm. Ze hebben daar geen kennis over. Illa ittiba'a dhann. Behalve het volgen van vermoedens. Wa ma qataluhu yaqina. En ze hebben hem zeker niet gedood. Bal rafa'ahu Allahu ilayh. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem naar zich opgeheven. Wa kana Allahu azizan hakima. En er wordt gezegd dat Isa alayhi salam in een slaaptoestand is opgeheven door Allah subhanahu wa ta'ala. Vlak voordat Allah subhanahu wa ta'ala Isa alayhi salam heeft opgeheven, liet hij Isa alayhi salam in slaap vallen. En vervolgens werd hij opgeheven zonder dat hij is komen te overlijden. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ. O Isa, ik zal jou in een slaaptoestand brengen. En vervolgens zal ik jou opheffen. وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ. En naar mij opheffen. En volgens andere geleerden is hij in een wakkere toestand opgeheven. En is مُتَوَفِّيكَ. Hier heeft het de betekenis: ik zal jou wegnemen van het wereldse leven zonder dat jij komt te overlijden. Dit was het fragment waarin Isa alayhi salam is opgeheven. Tot de dag van vandaag denken de Joden dat zij Isa alayhi salam hebben gedood. En wachten zij op de echte Messias volgens hen. Zij wachten op de echte Messias, de Messias. Volgens hen moet de Messias nog komen. De echte Jezus, Isa alayhi salam, moet nog komen volgens de Joden. Maar degene waar zij op wachten is de Dajjal. Al-Masih al-Dajjal. Of Al-Masih al-Dajjal. Met het puntje op de ha. En de christenen denken dat Isa alayhi salam is gekruisigd. En niets daarvan is waar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem opgeheven. Vervolgens zal Isa alayhi salam Yom al-Qiyamah, op de dag des oordeels. Ik ga inkort, inshallah. Ja, kijk hoe lang. 5 minuten. Geer, inshallah. Het verhaal van Isa alayhi salam heeft eigenlijk een week nodig. Oké, we hebben alles geprobeerd te samenvatten. Oké, nu hebben we nog maar 5 minuten om de rest te samenvatten. En de rest, ik had verwacht, misschien 20 minuten, een half uur. Welke keer, inshallah. Een van de zaken die Allah subhanahu wa ta'ala ons hiervan op de hoogte heeft gebracht, is de dialoog tussen Isa alayhi salam en Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Op de dag des oordeels zal Isa alayhi salam gevraagd worden door Allah subhanahu wa ta'ala. O Isa, heb jij tegen de mensen gezegd dat zij jou en jouw moeder als twee goden naast Allah moeten aannemen? أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. Volmaakt bent u, perfect bent u. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Het past mij niet om datgene te zeggen waar ik geen kennis over heb. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. O Allah zegt: het past mij niet om datgene te zeggen waar ik geen kennis over heb. Namelijk om te zeggen dat hij een God is en dat Maryam een God is. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ubudullaha rabbi wa rabbakum. Ik heb hen slechts verteld en gezegd dat zij alleen Allah moeten aanbidden. Jullie God en mijn God. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. En ik was getuige onder hen. En ik was getuige over hen, zolang ik mij onder hen bevind. En toen ik niet meer aanwezig was bij hen, was u de getuige over hen. Wa anta ala kulli shay'in qadir. Dit is het dialoog
Dus Allah subhanahu wa ta'ala en Isa alayhi salam, yawm al-qiyamah. Waarin Isa alayhi salam zal getuigen dat hij de mensen niet heeft opgedragen om hem te aanbidden. Vervolgens zal Isa alayhi salam aan het einde van de tijd terugkeren. Isa alayhi salam zal terugkeren vlak voor yawm al-qiyamah. En wij dienen hiervan met z'n allen op de hoogte te zijn. En onszelf voor te bereiden voor het moment dat Isa alayhi salam zal neerdalen. Voorbereiden door goede daden te verrichten. Goede daden door berouw te tonen. Hou je niet bezig met onzin. Hou je niet bezig met zonde. Hou je niet bezig met datgene wat geen waarde heeft. Verspil je tijd niet aan zaken die jou niet zullen baten. Er staan ons grote zaken te wachten. We hebben geen tijd voor onzin. Relaties hier en daar via WhatsApp. We hebben geen tijd om onze dagen en weken te slijten achter spelcomputers. We hebben geen tijd om onze tijd en uren en weken en maanden te verspillen aan Facebook en internet en dat soort zaken. Zonder dat het nuttig voor ons is. Er staan ons grote zaken te wachten. De neerdaling van Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. En hij is een teken. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. En in andere qira'a: وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا. En hij is zeker een van de tekenen van de dag des oordeels. Twijfel dus niet aan. Isa alayhi salam, zoals de profeet sallallahu alayhi salam heeft gezegd, hij zal neerdalen vlak voor de dag des oordeels in Damascus, indal manarat il bayda, bij de witte toren in Damascus, Dimashq, in Syrië, ten oosten van Damascus. En die plek is tot de dag van vandaag is bekend. Ga straks naar huis googlen. Google deze plek, al manarat il bayda, de witte vuurtoren of de witte toren. En dan krijg je allemaal plaatjes van die witte toren waar Isa alayhi salam in de buurt daarvan zal neerdalen. En de profeet sallallahu alayhi salam heeft hem beschreven hoe hij neerdaalt. Hij zal neerdalen terwijl zijn rechterhand geleund is op een engel. En dan met zijn linkerhand ook geleund op een engel. Aan beide kanten een engel terwijl die neerdaalt. En de profeet sallallahu alayhi salam heeft hem beschreven en hij heeft gezegd: hij zal neerdalen en zijn haren zullen glimmen. Zijn haren zullen glimmen. En als hij zich beweegt, dan lijkt het alsof er parels van zijn hoofd afvallen. En hij zal vervolgens neerdalen in Dimashq, ten oosten van Damascus, bij de witte vuurtoren. En vervolgens zal hij het Dajjal doden. Het Dajjal die door Allah subhanahu wa ta'ala geschapen is ter beproeving van de mensen, waarvan een van zijn ogen uitpuilen als een geplette druif. En hij zal de mensen beweren en claimen dat hij een profeet of boodschapper is of een heer is naast Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zal hem vervolgens doden. Vervolgens zal hij dua verrichten dat Allah subhanahu wa ta'ala Ya'juj en Ma'juj zal doen vernietigen. Ya'juj en Ma'juj, bij sommigen bekend als Gog en Magog. Deze termen zijn niet van ons. Zijn termen van de Bijbel. Maar ook in de Bijbel, bij de christenen, zijn deze Ya'juj en Ma'juj bekend. Maar in de Koran worden zij Ya'juj en Ma'juj genoemd. Hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa iqtarab al-wa'd al-haq. Vervolgens zal Isa alayhi salam dua verrichten en zal hij Allah smeken om Ya'juj en Ma'juj te vernietigen. Want zij zullen heel veel verderf zaaien op aarde. Vervolgens zal Isa alayhi salam de waarheid vertellen over zichzelf. Dat hij geen zoon van Allah is. En geen een van de drie eenheid of zelf een God is. Maar dat hij een dienaar is van Allah subhanahu wa ta'ala. En vervolgens zal ook de Mahdi dan verschijnen. De Mahdi is een rechtvaardige, geleerde, vrome dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Die door Allah subhanahu wa ta'ala in één nacht gereed wordt gemaakt om alle moslims te verenigen. Er zal dan een eenheid heersen onder de moslims over de hele wereld. Waarop vervolgens al-Mahdi, en hij behoort tot de stam, tot de nageslacht van de profeet sallam. Hij zal tegen Isa alayhi salam zeggen: O Isa, verricht voor ons het gebed. Je bent onze imam, Isa alayhi salam, profeet en boodschapper van Allah subhanahu wa ta'ala.
Al-Mahdi, geen profeet, maar een vrome dienaar en een leider van de moslims. Hij zal tegen hem zeggen, verricht namens ons het gebed, jij bent de imam. Waarop Isa a.s. zegt, nee, onderling, jullie onderling moeten het gebed verrichten voor elkaar. Ik zal niet jullie imam zijn. Want Isa a.s. zal niet meer terugkomen als een profeet of boodschapper met een nieuwe boodschap. Maar hij zal terugkeren en hij zal de Koran en de Sunna volgen. De Koran en de Sunna, wat vandaag de dag verwaarloosd is door vele mensen. Sterker nog, vele mensen kennen deze termen niet. Wat is deze Sunna? Wat is de Kitab en Sunna? Wat is de volg van de Koran en Sunna? Zij doen datgene wat ze in hun hoofd hebben. En ze proberen er zelf wat van te maken. Dus Isa a.s. zal vervolgens de Koran en de Sunna volgen. En hij zal de waarheid over zichzelf vertellen. Vervolgens zal er een periode aanbreken van vrede over de aarde. Er zal vrede zijn over de aarde. Rechtvaardigheid, tolerantie, verdraagzaamheid, saamhorigheid, eerlijkheid. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt, er zal ook een tijd aanbreken van de baraka. Eén granaatappel, romana, één granaatappel zal voldoende zijn voor een hele groep mensen om er vol van te zitten. Nu vandaag de dag, je hebt misschien 6 of 7 of 10 granaatappels nodig om een beetje vol te zitten, al die pitjes, of niet? In die tijd zal 1 granaatappel voldoende zijn voor een hele groep mensen om er vol van te zitten. Vanwege de baraka, vanwege de zegeningen die er zullen zijn. Vervolgens zal Isa alayhi salam als elke mens komen te overlijden. Als elke mens komen te overlijden. Zoals alle voorgaande profeten en boodschappers zijn komen te overlijden. Hierbij komt het verhaal van Isa alayhi salam ten einde. En het verhaal van Isa alayhi salam hebben wij tekort gedaan door dit zo snel achter elkaar op te sommen. En zoals ik al eerder zei, dit verhaal heeft minimaal een week nodig om stil te staan bij elke moment uit zijn leven waarvan ik vele heb overgeslagen in verband met de tijd. Afsluitend met 1 gebeurtenis van Isa alayhi salam waarvan wij met z'n allen kunnen leren. Isa alayhi salam, op een dag liep hij in de markt. Hij liep in de markt waarop hij een man een stuk brood zag stelen. Isa alayhi salam, hij zag deze man een stuk brood stelen in de markt. Waarop Isa alayhi salam tegen hem zei, heb jij dat brood gestolen? Waarop deze man zei, wallahi, ik heb het brood niet gestolen. Hij zweert bij Allah, terwijl Isa alayhi salam hem met zijn eigen ogen heeft gezien. Isa alayhi salam vraagt hem, terwijl hij hem heeft gezien, heb jij van dit brood, of heb jij deze brood gestolen? Waarop deze man zegt, wallahi, ik zweer bij Allah, ik heb het brood niet gestolen. Wat zei Isa alayhi salam? Hij zei, alas, ik geloof in Allah en ik geef de schuld aan mijn ogen. Waarom? Omdat hij de naam van Allah heeft genoemd. Wij vandaag de dag, als wij voetballen, en de bal die lijkt erop alsof die de doel is gegaan. Alle tweede teams zweren. Iedereen zegt, wallahi, hij zit. De ene partij zegt, wallahi, hij zit. De andere partij zegt, wallahi, mij zit. En beide partijen zweren en noemen de naam van Allah subhanahu wa ta'ala. Isa alayhi salam, toen hij zag dat deze man de naam van Allah noemde, hij zei, is goed, ik geloof in Allah subhanahu wa ta'ala en ik geef de schuld aan mijn ogen, misschien hebben mijn ogen het verkeerd gezien. Wat duidt op de wijsheid van Isa alayhi salam. Ik heb het al te lang gehouden, inshallah ta'ala. We sluiten hierbij af, inshallah ta'ala. Subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.